Goedemorgen. 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 Of kan ik zelfs, ik weet het niet, dat weet ik niet. Kan ik zeggen, Marco Borsato, goedemorgen, kan dat? Nee, eigenlijk niet. Nee. Is die niet te doen of wat, Marco? Ah, maar die, ging zeggen, die staat niet op de plaat. Nee, zeker niet. Maar kan je Marco Borsato doen of niet? Of is dat moeilijk om te doen? Heb je geen idee, nog nooit op bestudeerd. Alleen, nog nooit, nee. Want zijn er eigenlijk mensen die je gewoon niet kan imiteren? Dat zou wel zeker. Ja, ik weet het niet. Ja, Sven Nornelis en een keer terug hier. Ja, je hebt dat ooit gedaan. Hè. Ooit is dat geweest, hè. En daar hebben we geen fragment van. Nee, dat was niet zo. Dat was moeilijk, hè. Dat was moeilijk, ja. Ja, maar dat is ook last minute, maar wow, we gaan geen excuses zoeken. Ja. We hebben 2 op 15, dus we gaan we staan voor laatst. Dus nee, maar... Oh, plotseling wordt die onder. Maar hij is wel ongelooflijk, want wij doen ook samen Beat VTM. En dat is me nu opgevallen dat Guga heel rap accentjes overpakt. Ja, is dat? Heel straf. Inderdaad. Wel, ik mag niet te veel vertellen, maar op een bepaald moment krijgen wij onze opdracht van iemand. Ah, ja. En jij begint die onmiddellijk na te doen. Van iemand? Ja. Ik bedoel, je krijgt je opdracht van maar dan iemand. Moet je naar Beat VTM volgende week kijken. Wij krijgen onze opdracht van iemand. Van een bekende Vlaming of ja, zo? Ja, min of meer. Of een nieuwe bekende Vlaming. Nieuwe bekende Vlaming. En die is dus inderdaad nieuw. En Guga neemt dat onmiddellijk over. Die imiteert die bam. En dat is... Oh, wauw. Het is gewoon een afwijking. Ja. Het is gewoon een afwijking. Ja. Ja, nee, maar nu... Maar ja, dat is één ding, want het was met de onbekende ook. Dat ik er niet aan kan doen. Dus die passeren en dan doe ik dat instant. En dan geven zij er commentaar op. En ik ben me daar soms niet van bewust dat ik dat effectief doe. Ja, echt, mensen allemaal aan het imiteren gaat. Ja, dat is erg. Allee, vooruit. Afwekking, Melbo. Zeg maar, met dat imiteren ga jij iets fantastisch doen bij ons in de ochtend. We gaan het zo meteen uitleggen wat je gaat doen. Elke dinsdagochtend hier rond 7:15. Guga, jij gaat vanaf volgende week dinsdag iets doen, maar eigenlijk ben je daar al een tijdje mee bezig. Je hebt er al lang aan gewerkt, hè? Ja, vertel eigenlijk het me wel. Maar het is toch een projectje van al meer dan 2 jaar. En het idee is al gerijpt van een jaar of 5 geleden. Mm-hmm. Ik wou een eigen plaat maken. Mm-hmm. En ik denk dat dat mij gelukt is, met de deskundige medewerking van een hele hoop collega-muzikanten, maar zeker met de 5e Beatle, Jean Blouten. Ah ja, die is producer van het album. Die is producer van het album, ja. Dat was met een bang hartje dat ik er naartoe trok, maar samen met Joost van den Broek, ben een... personal drummer, de drummer van Radio Guga, die had een aantal demo's gemaakt. Mm-hmm. En met een bang hartje zijn we dan naar zijn huisje, naar zijn kabouterhuisje, in Leest gegaan bij Jean. En die bleek dan enthousiast te zijn. Dus ik heel blij als een klein kind van Wright mag met Jean Blouten plaat maken. Ja, maar het is een bijzondere plaat. Het is speciaals, hè? Ja. Het is bijzonder in dat opzicht dat het... wel mijn eigen nummers zijn, maar niet door mezelf gezongen. Namelijk door de stem van iemand anders. Ja. Ik heb een Raymond van het Groenewoud nummer gemaakt, maar ik ga het nog niet allemaal zeggen, want anders... Nee. Ik heb verschillende... Het zijn allemaal Nederlandstalige nummers, dat wel. Dat kan ik verklappen. En voor de rest... Ze zijn gezongen eigenlijk door jou, maar met de stem van heel erg grote artiesten. Bekende. Dat is wat je eigenlijk... Dat is wat ik gedaan heb. Ja, we hebben ons al eens een keer een paar uur opgesloten in een studio. We hebben al van alles mogen horen. Huh? Het is... was erbij, jongen. En het is echt... Maar soms, je gelooft het bijna niet. Het is zo indrukwekkend. Sommige nummers denk je, dat is een imitatie. En anderen denk je, maar nee, dat is de echte die aan het zingen is. Zo ongelooflijk. Ik heb er nog niks van gehoord, maar je bent er heel enthousiast over. Ja, heel enthousiast. Al een heel zomer eigenlijk. Ja. En wat je eigenlijk gaat doen, je gaat met Anke op bezoek bij die grote iconen uit de muziekgeschiedenis. Met een bang hartje misschien af en toe ga je aanbellen bij die grote namen. Stel, Raymond van Schoonwoud. En je gaat dan samen met Anke en met Raymond luisteren naar zijn eigen nummer, naar het Raymond-nummer van... En dan een eerste reactie registreren. Ja, inderdaad. Ja. Oh, ja, wow. En ik hoop ook dat er altijd iemand bij is. Want het is altijd, degene die nagedaan wordt, heeft altijd zoiets van... Maar oké, maar dat ben ik toch niet. En die herkennen zich helemaal op een andere manier. Dus ik hoop dat er ofwel een broer of de manager... Dat er iemand bij is. Het is wel, dat is de geit nog. En wanneer komt de plaat uit? Dat weet ik niet. November. Dus we beginnen eraan volgende week. Dan ga je op bezoek bij... We wel bekend maken bij wie... Nee, we hadden niet bekend. De eerste kan je toch wel vertellen? Als Ties. Ja? De eerste? Als Ties. Maar initiaal een BP. Is dat goed? BP, ja, oké. Okay. Of niet? Bart Peters. Bijvoorbeeld. Of Bruno
Pop-bak. Nee. Oh, wauw, Bart Peters. Ja, maar je hebt natuurlijk in het verleden wel... Wacht, ik heb misschien een paar dingen nog eens laten horen. Maar we weten het allemaal. Maar dit is Frans Bauers. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. In de buurt van de dag. Leef ik steeds aan jou af. Alleen jij maakt me blij. Ja, dat is schitterend. Dat is wel grappig. Dat is de eerste keer dat ik mezelf hoor als Frans Bauer. Ja, is dat? Ja, echt. Ah, wel. Wacht, en Elvis? Wat gaat dan over in mama's jasje? Moet even uit. Elvis, to say that it is never to the time. You were always on my mind. En dit hier is Roy Orbison. Ik vind dat zo straf. Ja, het is heel straf. Ik kan daar niet bij. Dat is toch een apart zintuig dat jij ontwikkeld hebt. Dat zo kan opvangen, registreren. Want maar ik denk dat het... Oh, ik weet het niet. Zoals gezegd, zoals dat Gilly altijd een extra zintuig creëert, denk ik dat ik dat met mijn zintuig die ik heb ook een ander creëer. Ik weet dat niet. Ja. Geen idee. Ik heb nog Stef Bos klaarstaan. Staat Stef Bos ook op de plaat of stof, wil je dat niet vertellen? Heb je Stef Bos ook gedaan voor de plaat? Het zou kunnen. Waarschijnlijk wel. Zou kunnen. Dit, je hebt hem ooit wel alles gedaan. We begrijpen. Maar er was nooit een vrouw die mooier kon zingen dan onze fanfare van honger en dorst. Maar eigenlijk is dat Jan de Wilde. Dat was de tijd dat we Jan de Wilde lieten vervangen. Stef Bos. Ik denk dat Sam Goris dat ook zong. Of Samson. Dat zijn allemaal fragmenten uit de theatertour. Ja, het is allemaal uit de theatertour. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, op plaat is het allemaal geproduced. Hè, met de grote Jean Blouten erbij. Het zijn echt volledige nummers. En hoeveel nummers zijn het in totaal? 14. Oh. Met een extraatje. Een soort bonus track. Vanaf volgende week bij ons. Ik luister. Elke dinsdagochtend ga je horen hoe de grote artiesten en de eerste dus Bart Peters ontdekt, hoe hij wordt geïmiteerd of hoe er een ode aan hem wordt gemaakt door Googabouw. Kijk er naar uit. En voor de rest alle info te vinden op studiogooga.be. Voilà, moet ook gezegd, hè? Yes, inderdaad.